En dan nu? Hallo kijkers, 19 maart waren de gemeenteraadsverkiezingen en is de SP de grootste partij van deze stad geworden. Ze kregen, moet ik even kijken, 8 zetels en GroenLinks kreeg ook 8 zetels en D66 kreeg 7 zetels. Dat zou de ideale combinatie op dit moment zijn voor een college wat flink raadsbreed gedragen wordt. Nou, D66 wilde niet met de SP in het college en de Partij van de Arbeid kwam erbij. En om dat nog iets sterker te maken, hebben ze ook de Nijmeegse fractie aan tafel uitgenodigd. We zijn ondertussen 6 weken verder. Het is 25 april en er is nog steeds geen collegeakkoord geschreven. De vraag is, waarom moet dat zo lang duren? Want waar gaat het eigenlijk over? Je hebt van de SP 21 pagina's, programma van GroenLinks 38, maar een iets groter lettertype. De Partij van de Arbeid komt ook op 20 pagina's en de verkiezingsprogramma van de Nijmeegse fractie is 21 pagina's. Nou heb ik nog eens een keer een blauwe maandag Nederlands gestudeerd. Ik kan redelijk vlot lezen, maar zelfs als u niet zo snel leest, dan doet u daar een ochtendje over. Die leest u nog een keer door, dan haalt u daar alle overeenkomsten uit. Dan hou je nog een paar verschilpunten over. Vergader je nog een keer over, moet je er toch binnen 14 dagen uitkomen. Langer had het niet hoeven te duren. Waarom duurt het nou zo lang? Ze weten niet wie er wethouder moet worden. Ik zou zeggen, van elke partij één wethouder lijkt me meer als genoeg. Scheelt ook een hoop in de kosten. En kunnen we aan het werk. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. Dan moet ik met de afstandsbediening dit ding uitzetten. Even kijken, dan moet ik op dit knopje duwen. Stop. Nee. Oh, hier. Stop.